Mooi. Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van Games with Gear, waar we elke week de laatste tech gadgets en gear bespreken. En het valt jullie misschien niet op, maar ik heb een soort van grote mug op mijn... Het is meer een muis. Het is een leeuw. Het is echt een leeuw. Jongens, Rockat is terug van weg geweest als het gaat om behandeling in Games with Gear. We hebben jarenlang gemaild, ze zijn er weer. En het eerste wat ze ons opsturen is deze muis die ons toch een beetje terugneemt in de tijd. Als ik toch een beetje eerlijk ben, het is nostalgisch. Ja, in a way misschien. Ja. Maar hoe bedoel je dan precies? Hoe die eruit ziet. Dit is hoe gamemuizen eruit zagen, laten we zeggen, een jaar 5 à 10 geleden toen ik een gamemuis kocht. Dan kocht ik zo'n muis, want dat zag er cool uit en vet. Er zat er nog geen verlichting in natuurlijk, dat hebben ze inmiddels wel gedaan. Maar het is, ik vind het qua stijl, is het nog steeds de stijl die ze, waar ze mee begonnen zijn ooit. Ja, een beetje, dat net een klein beetje over de top. Dat je denkt van, wacht, waarom is dit nodig? Weet je wat, het is niet nodig, maar het ziet er wel ruig uit. Dat is een beetje, dat is een smaakkwestie. Ja, maar vind je niet dat het ook wel een beetje... Ik vind het inderdaad wel in die zin dat het een beetje ruig heeft en vormen en zo, maar bij Rockat is het op een of andere manier, ze komen ermee weg. Ja, want Rockat doet het wel echt met alles. Ja, Rockat kan een klein beetje over de top zijn op sommige zin, in weet je wel, die gamer aesthetic, zoals ze dat dan noemen. En het is een Duits bedrijf, dus dat doen ze graag. Ja, dat vinden ze vet. En heel eerlijk, ik vind het ook vet. Vooral als je het zo met het witte hebt. Je hebt hem natuurlijk ook nog in het zwart. Maar ik vind dit heel sexy gedaan, ook met de kleuren en dergelijke. Maar het leuke bij Rockat is ook vaak dat je denkt van, wat een log ding. Het ziet er soms een beetje onpraktisch uit, maar zodra je het in je hand legt, echt 9 van de 10 keer in ieder geval met mijn hand wel. Al die muizen liggen zo ontzettend lekker in de hand. Ook al ziet het er een beetje, soms een beetje, inderdaad dat gamer aesthetic uit. Dat je denkt van waarom? Ik heb er wel een vraag over, want inderdaad, gaming aesthetic, hoe heet die trouwens? Het is de Rockat Kone Aimo. Kone Aimo. Gamer aesthetic daar gelaten, daarin hebben ze gewoon hun eigen stijl en dat is nog niet heel erg veel. Laten we zeggen, het is niet metro gegaan, het is niet strak, het is niet... Nee, ze zijn niet naar dat sleek-achtige gegaan, dus dat wat is Logitech ding. En Razer en al die anderen nu doen. Ja, precies. Je hebt wel echt een gamingmuis, maar hoe is het dan de inhoud van de muis? Is die qua techniek ook nostalgisch? Nou, als je dan zegt nostalgisch qua techniek, dan denk ik meteen aan een hele crappy lasersensor van 2006 of zo. Waar is het balletje? inderdaad. Het balletje eruit halen op school, dan kan niemand zijn muis meer gebruiken. Maar hij doet het heel goed. Qua specs zit hij gewoon heel lekker. Hij heeft 12.000 dpi, dat is niet het meeste weten, maar het is een hele fijne optische sensor. Hij heeft gewoon die 50G acceleratie, 100, 1000 hertz responstijd en dergelijke. Of 1 milliseconde responstijd, 1000 hertz. Verversingsratio. Dus wat de specs betreft zit je gewoon heel lekker. En dat merk je gewoon in je games. Je gaat hier nergens mee zeggen van, oh, ik kan hier niet mee gamen, heb ik een betere muis voor nodig. Dit is gewoon top of the line voor wat Rockat heeft. En die 12.000 dpi, er zijn partijen die nu, weet ik veel, 16.000 hebben. Maar wie gebruikt dat? Wie gebruikt dat? Dit is prima. Dit is prima. Ja, in ieder geval vooral als je op lager dpi speelt, helemaal prima. Ik heb het ook gedaan. Als je heel veel zo'n muis ziet die er zo uitziet als deze, denk ik, zit heel veel knoppen in. Er zit maar 3 extra knoppen op. Ja, het valt op zich wel mee met de hoeveelheid knoppen, maar het zijn wel hele fijne knoppen. Je hebt natuurlijk zo'n soort van, Rockat heeft ook, dat hebben ze een beetje als eerste gedaan, zo'n knop waarmee je dan weer zegt van, dan maak je al je apparaten, geef je dan hun F-functie of zo, weet je. Als je die inhoudt, dat zit hier ook al in, dat werkt ook trouwens zonder de software al meteen. Oh, dat zie je ook, je kunt hem nu indrukken, dan verandert hij van kleur, de software staat niet op de computer. Best wel vet gedaan, maar die knoppen zijn heel fijn. Ik moet alleen zeggen dat die duimtoetsen, die hebben een beetje een wat langere travel, zoals ze dat dan noemen. Die moet je best wel ver indrukken, of die zijn best wel een soort van losjes of zo. Maar dat kan best wel fijn zijn. Ik vind het oprecht qua knoppen en hoe die in de hand ligt, is dit een hele fijne muis. Okay. Ben je iemand die echt die extra knoppen gebruikt? Best wel weinig. Ik heb meestal ook maar dat ik denk van met 2 of 3 extra knoppen naast zeg maar je basic scrollwiel, klik en scrollwiel, links, rechts, weet je wel. Zit ik al heel snel tevreden. Maar ik moet zeggen, ik vind zo'n hypershift dingetje vind ik wel fijn. Omdat je dan bijvoorbeeld kan zeggen van, dan wordt het even een lagere dpi. Zodat je dan in een shooter kan zeggen, ik heb nu sniper, ik wil even iets preciezer mikken. Of met Photoshop weet ik veel, ik moet even een lijntje trekken. Dan is zo'n knop heel fijn en als dat erop zit, dan ben ik al lang blij. Oké. Tot slot, de kosten van dit... Niet veel meer nu. Je kunt hem kopen. 2 tientjes. Kom maar. Laatste vraag, de kosten van dit... lichtelijk beschadigd gebruikt model. Nee, schadevrij. Die 2 tientjes mag kunnen niet kapot. Is Duitse groenlichtkeit, dat kan niet kapot. Dat is prima. Het is heel stevig spul, maar het is €80 ongeveer, is de richtprijs. Maar ik heb hem nu al op verschillende plekken gezien voor zeg maar 65.
maken. En dan zit je al, dan heb je een hele fijne muis voor echt een prikkie. Want dat is echt, dat is medium tot laag segment. Terwijl dit, ja, voor mij voelt het als hij is op de liner. Ik zou het zo, zeg maar, met de muizen die ik al een jaar gebruik of die ik heel fijn vind, zou ik dit zo in willen wisselen en ik zou er geen probleem mee hebben. En die muizen zijn dan toch al snel, weet je wel, 2-3 tientjes duurder. Ja, wat is allemaal Razer? Ja, nee, want Razer heeft er eentje van 90 euro en die is ook heel fijn. Okay. Dat is echt, dat zou ik ook zeggen, dus medium segment met nog hogere specs. Maar okay. Hey, smaken verschillen. Als jouw smaak dit is, als je dit ziet en je vindt het vet, ik vind het voor de prijs heel goed en qua specs zit je ook gewoon helemaal lekker. Dankjewel, duidelijk. Dat was het voor Games at Gear deze week. Volgende week gaan we volgens mij aan de slag met de PlayStation Classic. We lopen achter, dus we hebben volgens mij iets van 9. Nee, maar ik denk dat ik de ambitie uitspreek dat ik volgende week de PlayStation Classic met jullie ga behandelen. Oké, okay, leuk. Zin in. Ja, ik kan lekker. Nu al niet wachten. Wauw, nee. Volgende week dinsdag terug op Gamersnet. Ja, gaan we lekker. Want emuleren kun je leren. Maar PlayStation niet. Oh, dat volgende week. Oh.